We gaan naar het ziekenhuis. Ik moet hier vanaf het begin. Ja, we gaan meneer Pleisbol kijken. En de film was echt, echt een aanrader. Ik ben echt gewoon de hele dag alleen maar films aan het kijken. Deze veel te vroege maandagochtend. Hebben vakantie, moet nog vroeg mijn bed uit. Maar mijn ochtend is wel echt goed begonnen. Ik kreeg een ontbijtje van ze. Echt zo schattig. En ik heb ook een lijst tafel. Ik heb ook en een ik heb mijn kind bij me. Ja. Oh, je moet Chelsea nog even pakken. Die wil je zo meenemen. Oh, die zit erin. In de wagen, oké. Dus ik even snel mijn ontbijtje op en dan gaan we naar de auto. Ik heb alle spullen al klaar liggen, dus... We zijn verder klaar om te vertrekken. Mama, jij hebt en ik heb weer make-up bij. Op. Ja, maar klein mama, beetje, maar... Chelsea ligt niet boven en hij ligt ook niet in de wagen, dus ik weet niet waar hij ligt, want hij moet beneden zitten. Ja, ik ga kijken. Mag ik hem aanzetten, mama? Ja, start hem maar. We gaan naar het ziekenhuis, want Sarah heeft haar allergietest. En nu moet stickers op mijn rug. En pleisters. Dat vind ik heel fijn. Ja, je vindt het een beetje spannend, maar dat kan. Het is niet erg. Maar ik ben niet blij dat het gaat kriebelen, denk ik, omhoog. Weet je niet. Je hebt zo vaak een pleister op. En dan hoor ik je er ook niet over. Nog nooit op mijn rug. Ja, je hebt wel eens een pleister. Weet je nog, toen je met de gym je rugpijn had gedaan, toen had je ook een pleister op je rug. Ik heb dus, maar en goed, ik had ook die moet ze keer... dus 2 dagen ruim op. En de dag daarna dan de uitslag. Maar ik wil dan eigenlijk nog gaan praten heel eventjes. Oh. Ja, maar? Ik was aan het praten toen... Nou, dan heb ik dat niet gehoord. Dan wacht je even en dan praat je daarna. Daarom liet ik jou praten. Oké, maar wat wilde je zeggen? Dat ben ik nu al vergeten. Nou, dan komt het wel weer als het belangrijk was. Omdat je eigenlijk door me heen praat. We moeten dus deze ochtend naar het ziekenhuis, morgen niet. En we gaan muziek opzetten. De dag daarna weer wel. En de dag daarna moeten we dan ook. En dan is het daarna gelijk kerstavond. En dit is wel de vroegste dag. Ik ga aanzetten. En dat vond ik dat zwaar. We zijn weer thuis. En ik kan niet blijven volkijken. Ja, het is nog steeds heel donker. Maar ik heb geen zin om op te staan. En... om licht aan te doen. En ik heb thee gezet, die ga ik drinken. En we gaan een film kijken. Ga en dan gaan we zo samen lekker op de bank liggen. En dan kan ik even in slaap vallen, want dat helpt. Ik heb vandaag zo'n slechte dag weer. Dus ik hoop dat dat beter gaat als ik zo meteen geslapen heb. En je hebt je pleisters op je rug. 2 dagen maar. Zet hem maar aan. Is goed, gaan we die film kijken. Maar Klee. We beginnen vanaf het begin. Ja, we gaan meneer Pleisbol kijken. Sarah en ik gaan lekker samen soep lunchen. En de film was echt, echt een aanrader. Ja, zelfs als volwassen kan je hem alleen kijken. Ja, meneer Pleisbol. Ja, het was echt leuk, hè? Ja. Dus ik vond hem ook leuk om mee te kijken. Het is wel echt een kinderfilm. Maar hij is als volwassene ook wel echt te doen. Dus echt, echt helemaal leuk. Wil je niet de Christmas Chronicles kijken? Dat wilde je toch? Ik dacht dat we Minus zouden gaan kijken dan. Nee, ik wil dan nu wel een iets meer grotere film. Die wilde je toch graag kijken? Ja, de Christmas Chronicles. Ja, die wilde je al heel lang kijken. Eerst dacht ik aan Snikkelbel. Weet je nog? Ja, grappig hè? Ja, dat hij in mijn kamer zat. Ja. Nou, dan kan ik in ieder geval de boontjes even doen. En dan ga ik dus met mijn kind naar de dokter. Want ik weet waarom mijn kind zoveel gaat hoesten. Het is wel heel lief dat jij dit allemaal zo aangeeft. Ik heb echt een slechte dag vandaag, dus... Het is wel goed dat jij mij zo lief verzorgt vandaag, hè? Ik ben er heel blij om. Nou, ik vind het super lief. Het is ook niet leuk dat het allemaal moet. Weer een film gezien. En toen wilde ze heel graag met Mila spelen. Dus ze belde Mila of ze hier wilde spelen. Alleen een ander vriendinnetje van hun die is ook bij Mila nu. En dat is een meisje uit de klas met wie ze beide ook spelen. Dus Sarah is nu daar naartoe. En ik heb echt een rotdag lichamelijk.
Ik dacht gisteren dat het wat beter ging, maar vandaag niet. Dus ik ga mijn film van gisteren maar weer afkijken. Ik ben echt gewoon de hele dag alleen maar films aan het kijken. En nu ga ik van pure ellende eigenlijk maar weer film kijken. Echt, ik weet bijna niet eens wat ik moet kijken. Terwijl er echt heel veel films in mijn lijst staan. Maar ik ben het eigenlijk zat. Maar ja, what else? Dus, nou, we hebben natuurlijk al een kerstfilm gekeken. Een kinderjeugdfilm die wel heel leuk was. Toen heb ik die andere film afgekeken. Ik ga denk ik geen hele film meer kijken, want de meeste films duren wel heel lang. Ik ga denk ik The Dressmaker kijken. Ja. Die heb ik nooit gezien en die wilde ik wel altijd zien, dus die gaat het nu worden. En dan is het ook wel handig als je geluid aanzet van de film. Ik denk, waarom hoor ik hem nou niet? Maar ik was net heel kort even aan het editen. En dan zet ik vaak het geluid van de tv even uit. Stom. Oké, ik heb een stuk van de film gekeken. Morgen de rest. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Ja, het is wel leuk. Dat wel. Maar ik wil hem helemaal afzien om er echt wat van te zeggen. Nu ga ik snel mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!